Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Mohana bewustwordingscampagne gelanceerd. Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met de Pan American Health Organization, PAHO. Dit zei Orwina Derby, voorlichter van het ministerie van Volksgezondheid, gisteren in het COVID-19-journaal. Mohana staat voor mondkap op, handen wassen en afstand houden. Derby gaf aan dat deze campagne bedoeld is om de samenleving bewuster te maken van de COVID-19-maatregelen. Zo kan de gemeenschap helpen om de transmissieketen te verbreken. Aan de campagne is er ook een challenge verbonden. De challenge duurt 8 weken. En daar kan je als samenleving, vooral de jongeren, laten zien hoe je Mohana toepast in je dagelijkse doen. Mondkap op, handen wassen, afstand houden. Je kan het doen middels een video of een lied of anything creatief, maar heel creatief en ontspannen. En dat wordt dan op Facebook opgeload. Aan de challenge kan er ieder meedoen. En zoals ik al eerder zei, de video's worden op Facebook opgeload. De video's worden geliked. En de leukste video's worden op onze page Mohana Suriname, onze Facebookpagina, opgeload waarbij ze verder geliked worden. En de beste eruit, we krijgen dan leuke prijzen. We hebben een beloning voor de mensen die dan mee gaan doen aan de challenge. De challenge wordt vanavond gelaunched op social media en op Gov TV. Dat is om 8 uur vanavond, daar kan ieder kijken. Ik wil dan ieder oproepen om mee te doen aan de challenge. Doe mee, maakt niet uit hoe oud je bent. Jong, oud, ieder heeft een smartphone waarvan hij nu gebruik maakt. Dus als je meedoet, laat je ook de samenleving zien hoe je Mohana in je dagelijkse leven toepast. COVID-19 is er al eenmaal, het gaat niet meer weg. Maar wij als samenleving kunnen wel helpen om het zo laag mogelijk te houden, de transmissie ervan. En door ons te laten zien wat je allemaal doet, want het is een bewustwordingscampagne. Door ons te laten zien hoe creatief je bent met Mohana, of hoe creatief je omgaat met Mohana, maak je ook kans om in de prijzen te vallen. Orwina Derby. Volksgezondheidsminister Amar Ramadine haalde aan dat er ook een COVID-team in Nikeri geïnstalleerd zal worden. Deze beslissing werd afgelopen donderdag genomen tijdens zijn bezoek aan het reisdistrict. Dit team omvat zeker wel belangrijke vertegenwoordigingen zoals de districtscommissaris die de leiding heeft. Maar ook vertegenwoordiger van het BOG, een vertegenwoordiger van de RGD, vertegenwoordiger van het ziekenhuis Mungra Medisch Centrum. Een vertegenwoordiger van Defensie, Justitie en Politie en het Directoraat Nationale Veiligheid. Het team heeft de opdracht gehad om in ieder geval op verschillende aspecten te letten. Namelijk regulier overleg te hebben met elkaar. In dat regulier overleg te constateren wat de problemen zijn. Op dit moment heeft Nikeri 0 actieve gevallen. Maar er zijn wel enkele gevallen die suspect zijn. Ik heb de opdracht, uitdrukkelijke opdracht gegeven om gebruik te maken van die overlegmomenten om te werken aan preventie. Dan bedoel ik meer voorlichting, testen, isoleren en quarantaine. Daarnaast ook nog hebben ze de opdracht om de handhaving, de veiligheid in het district te garanderen te alle tijden. Bij mogelijke uitbraken, maar ook de rust in de samenleving te garanderen door regelmatig te communiceren met het volk. Dat was dus minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Hij sprak in het COVID-19-journaal van gisteren. De overheid probeert middels diverse strategieën het volk bewuster te maken van de COVID-19-maatregelen.